Dames en heren, bekwaamste tv-figuur van 2003 en bovendien van de bekwaamste tv-figuur van 2003 en bovendien van de voorbije 50 jaar televisie. Wij schakelen live over naar de laatste show, naar Mark Uiterhoeven. Goedenavond. Omdat ik graag volgend jaar zou winnen in de categorie Wie zou u graag eens nooit meer horen zingen, heb ik een nummer geschreven dat ik graag wil opdragen aan alle stijlvolle tv-collega's van het mannelijk geslacht. Ik denk hier aan mensen als Pavo Klaas, Jan Beekhuis, Jan van Rompuy, Alain Konings, Siegfried Bracke, Guy Mortier. Allemaal oudere heren die uw respect verdienen en die naast uitmuntende vakmensen ook gewoon mannen van vlees en bloed zijn. Respect voor oude heren. Ik wil u graag iets leren, respect voor oude heren, voor Guy Mortier en mij, en Pavo Klaas erbij. Respect voor oude heren, die graag nog masturberen, wij doen het allemaal, grijs of wit of kaal, dit nieuws hoeft niet te lekken. Wij geven toe, wij trekken, het kan op elk moment. En zonder sentiment, ons vrouw is nog niet buiten, of wij lopen al te fluiten. Het opperste geluk, voor ons is dat gereuk. In houding op ons poefje, verzinnen wij een foefje. Wij nemen onze tijd, wij zijn goed voorbereid. In onverdachte hoekjes, bewaren wij wat boekjes. Verstopt in een glazuur, of een geheime deur. Zijn boekjes vol modellen, met naakte onderstellen, heel anders toch dan thuis. Al is een muis een muis, mijn vrouwtje, ik verlak je, want ik wil mijn eigen kwakje. Zo'n lekker warm gevoel, gezellig op een stoel. Als oude heren spuiten, dan blijft u beter buiten. Ons zaad vliegt nog goed rond, vraag dat maar aan de hond. Ik zweer wij oude sokken, wij schieten dikke vlokken. De hond denkt dat het sneeuwt, mond toe als u geeft. Men zegt wel dat wie aan wordt, gevoelig minder zaad stort. Dat lijkt alleen maar zo. Kijk maar op mijn bureau. Wij oude stijve heren, ons hoeft men niks te leren. Wij doen het manueel. Wij kennen